Lisette, jij hebt de 5 medailles voor je liggen. En het unieke van de medailles is dat je niet alleen maar naar ze kan kijken, maar je kan ze ook horen. Dus het is voor het eerst, hè, bij de Paralympische Spelen. Ja, dat klopt. Misschien kan je ze even laten horen. Kan je, brons? Nou, pak er gewoon even. Ik weet niet of jij het... Ja. Even. Dit is brons. Okay. Daar zitten dan minder dingetjes in. Ja. En in zilver zit wat meer. Oké. Okay. En goud zit het meest? Ja, die is dan ook het zwaarst. Oké. Okay. Ik moet zeggen, het verschil tussen zilver en goud vind ik al moeilijk te horen, hoor. Maar jij hoort dat goed. Ja, ik hoor het wel. Nou, hebben jullie een waanzinnig succesvol teamprestatie gekregen, maar ook een individuele prestatie. Met welk doel ging jij naar de Spelen, Lisette? Ik ging met het doel om daar mijn beste races ooit te zwemmen en om alles te geven en natuurlijk ook te genieten. En, is dat allemaal gebeurd? Ja, dat is gebeurd. Vooral het genieten. Ja, dat genieten. Nou, weten niet iedereen. We hebben een senior, met alle respect gesproken, en een junior aan tafel met 16. 16 jaar. Hoe lang zwem jij al, dat je al nu op dit niveau kan zwemmen? Op mijn 11e zwom ik mijn eerste seizoen. Mijn eerste wedstrijd zwemseizoen, zeg maar. En is het altijd zwemmen geweest of heb je ook nog andere sporten gedaan? Ik heb ook nog andere sporten gedaan, onder andere judo. Oké, maar zwemmen was je gewoon beter in, dan dacht je van, ik doe dat liever. Nou, dat vond ik eigenlijk gewoon leuker. Kijk, wat voor ziende een wonder is dat je in die baan überhaupt rechtdoor kan blijven zwemmen. Dat is echt, ik heb ernaar zitten kijken en ik vraag me echt af, hoe doe je dat? Dat is natuurlijk ook training en ervaring, dat snap ik. Maar toch, kan je het proberen uit te leggen? Ja, je doet het eigenlijk op gevoel. En dan als je scheef zwemt, dan zwem je vanzelf tegen de lijn. En dan weet je, oh, daar moet ik niet heen, ik moet de andere kant op. Nou, is het een belang bij het zwemmen ook dat je op tijd keert natuurlijk. Dat gaat niet altijd even goed. Dat heet het zogenaamde tappen. Dat is een vertrouwensspel, hè, tussen degene die jou op het hoofd, op de schouder tikt. En jij, toch? Hoe gaat dat? Ja, dat klopt. We doen dat in de training natuurlijk ook. Maar in de wedstrijd is het toch weer anders, omdat je dan veel sneller zwemt. En dan gaat het ook wel eens mis. Maar in de training gaat het meestal ook goed. Dus dan in de wedstrijd ook. Het is vaker goed gegaan dan misgelukkig.